valt me heel erg mee wat het nu zo vanochtend geweest is. Want ik had eigenlijk verwacht dat het maar binnen druppelde. Maar we hebben er nou denk ik toch wel een 300-400 gehad. En dat valt me heel erg mee. Want hoeveel verwacht u er nou over de hele dag? Verwacht u nog veel mensen in de middag? Ik verwacht er eigenlijk hoogstens 600. Want ik ga uit van die 50%. Mag ik u vragen op wie u gestemd heeft? Socialistische Partij. En waarom? Daar ben ik al jaren lid van. En ik vind dat ze voor de gewone man heel veel doen. En ja, ik hoop toch dat ze dit keer flink iets halen. Ja. Ik heb op GroenLinks gestemd. En waarom? Nou, voor mij kwam het toch het meeste overeen met Kieskompas van Wageningen. ChristenUnie, Herman van Eck. En waarom? Nou, ik heb les van hem gehad. Ik vind het een aardige man en ik ben het wel eens met de standpunt van de ChristenUnie. Dus. Ik heb op GroenLinks gestemd. En waarom heb je op GroenLinks gestemd? Omdat, ja, dat is heel stom. Maar ik heb op de kieskompas heb ik dus gewoon gekeken naar de belangen van gemeente Wageningen. En toen heb ik gewoon aangevinkt wat ik belangrijk vond. En toen kwam GroenLinks uit als de hoogste partij. En wat hoop je dan precies wat GroenLinks allemaal aan gaat pakken? Dat hij de natuur in onze omgeving goed behoudt. Ik heb gestemd op, ik ben er 2 jaar na, even kijken, met de vrouw van Alexander Pechtold. En waarom? Omdat ik het gevoel heb dat Pechtold, hij heeft natuurlijk hier burgemeester geweest. Ik ben een groot fan van D66, omdat ze veel voor studenten doen, voor mijn gevoel. En ik denk dat ze hier in de stad een boel goed zou kunnen doen. Dat ga ik niet vertellen. Nee? En waarom mag wij dat niet weten? Maar wel een goede partij. Oh, goede partij. Ja. Oké. Okay. Ja, ja. En wat vindt u dan dingen wat er veranderd moeten worden hier in Wageningen? Ik vind het heel belangrijk dat er geen rondweg komt. En dat de draaien echt mooi de draaien blijven. We hebben steeds minder groen in Wageningen. Kijk maar hier. Nou, er wordt eindeloos gebouwd. En dat is natuurlijk ook belangrijk, dat weet ik wel. Maar een groen draaien en bouwen voor sociale woningbouw. Dus zorgen dat iedereen kan wonen. En iedereen ook daar kan wonen waar men wil en voor een prijs die men kan betalen, vind ik erg belangrijk. Dus wat dat betreft denk ik dat dan wat ik gestemd heb wel duidelijk is.